En de grootste maatregel die dit kabinet huurders, althans verhuurders, oplegt, is de huren te verhogen. Omdat zij de schatkist moeten spekken. En dan stapt de minister in mijn ogen wel heel gemakkelijk heen over de onbetaalbaarheid van huren. Het is grappig om te zien dat dit kabinet de toeslagen wil vereenvoudigen. Maar tegelijkertijd de huren verhoogt, waardoor er nog meer huurtoeslag rondgepompt moet worden naar huurders. Ik zou zeggen, verhoog die huren niet, verlaag die. Want de minister gaat er wel aan voorbij, en daar zou ik een reactie op willen, dat de huur voor de laagste inkomens nu al te duur is. Dus daar kun je wel de verhoging voor een groot deel willen compenseren. Maar dat maakt het wonen nog steeds duurder. Twee, de lage middeninkomens die niet in aanmerking komen voor de toeslag. Die betalen ook de volle MEP. Drie, alle signalen die voor de toekomst worden gegeven, nu, dat wanneer deze huurverhogingen voortzetten en het gros van de corporaties vraagt de maximale huur, omdat ze anders die heffing niet kunnen betalen, dat dan nog grotere groepen in de betaalproblemen zullen komen. En dan was mijn vraag aan de minister, hoe gaat hij dit dan oplossen met de staatssecretaris? Is het dan niet wijs om van die huurexplosie af te zien? Voorzitter, en daar wil ik het bij laten. Dan zei mevrouw Karabulut ook, eigenlijk zou je de huren moeten bevriezen of verlagen. Maar zij zal zich toch ook met mij realiseren dat je niet tegelijkertijd kunt zeggen er moet meer geïnvesteerd worden en de huren bevriezen. Het is van tweeën. Ook een corporatie is voor zijn investeringsruimte toch echt afhankelijk van de huurinkomsten. Dus dat gaat gewoon niet samen. En een redelijke huurverhoging, net zoals andere uitgaven voor allerlei levensbehoeften stijgen. En overigens gelukkig door de economische conjunctuur heen ook inkomsten gemiddeld stijgen. Een redelijke stijging is ook geen probleem. En nogmaals, de echt lage inkomens worden ontzien door de huurtoeslag. De heer Monas wees... Ik zie nog een woord van mevrouw Karabulut. Gaat u gaan. Voorzitter, wat redelijk is, daar valt dus over te twisten. Want als je kijkt naar de woonquotes, is die huur dus al te duur voor de laagste inkomensgroep. En mijn verzoek aan de minister is, in die zin zou je bijvoorbeeld alles wat je boven inflatie wil verhogen achterwege kunnen laten om die huren juist weer betaalbaar te maken. Plus de vraag aan de minister, wat dan die lage middeninkomens die geen recht hebben op huurtoeslag, die ook te duur wonen? De minister. Voorzitter, mevrouw Karabulut begint met een hele stellige mededeling dat de woonquote voor de lage inkomens te hoog is. Niet aan de orde geweest in dit overleg, maar wel aan u toegestuurd is een onderzoek van Compane naar de laagste inkomens in de huursector, waarbij ook heel specifiek gekeken is. Is het zo dat als mensen met een laag inkomen een relatief wat hogere huur betalen, of ze dan massaal willen verhuizen? Het interessante is dat het niet zo is. Dat het zo is in een gevarieerde samenleving als de Nederlandse, dat sommige mensen wel degelijk zeggen, ja, ik woon hier zo naar mijn zin. En ik vind wonen kennelijk belangrijker dan andere mensen die wat meer ruimte willen hebben voor andere uitgaven. Dus ik wil dit betalen. Die groep is er sowieso. Dat is ook een reden waarom die discussie had ik ook vaak met Paulus Jansen. Ik tegen gefixeerde huurquotes ben. Waar ik wel een rol zie, is om ervoor te zorgen dat de mensen met de echt laagste inkomens redelijkerwijs hun huur kunnen betalen. Maar dat is echt iets anders dan te zeggen, er is een vaste woonquote. Blijft staan de spanning tussen de wens aan de ene kant van mevrouw Karabulut om te blijven investeren of zelfs uitbreiden in de sociale huurvoorraad. En dan te zeggen, we bevriezen de huren. Echt, dat, ook een corporatie kan dan niet meer investeren. Mevrouw Karabulut vroeg ook... Ja, of gaat u op een andere vraag nu in van haar? Want anders ik wilde ingaan op de institutionele beleggers en hun investeringen. Dan, voorzitter, om deze even af te maken dan. Ja. De minister die is gewoon niet bereid om de armoede onder huurders op te lossen of in ieder geval te bestrijden. Dat moet ik helaas constateren. En twee, uiteraard als mensen de mogelijkheden zouden hebben, natuurlijk wil iedereen zo fijn en zo best mogelijk wonen. Ik bedoel, ik reed laatst door hele mooie
plekjes aan de kust van Nederland. Een prachtige woning zou ik best willen wonen, kan niet betalen. Maar dat is de vraag niet. De vraag was in relatie tot hetgeen de minister beweert, namelijk het is betaalbaar voor mensen. En dat wordt gewoon bestreden door de praktijk, door alle feiten en cijfers. Ja, ja, voorzitter. Opnieuw een heel stellige bewering. U begon met de minister is niet bereid om de betaalbaarheid te garanderen. Dit kabinet trekt in een heel moeilijke tijd meer dan 400 miljoen uit voor huurtoeslag. In deze tijd. Dan kan je toch niet met droge ogen beweren dat dit kabinet niet zoet aan de betaalbaarheid. Dit kabinet trekt 1,7 miljard bij huurders vandaan. Mevrouw Karamoelis, we doen het niet. De minister is aan het woord. En als het gaat om de lage middeninkomens, de groep die geen recht meer op heeft op huurtoeslag, dan worden die voor wat betreft de woonuitgaven nog steeds beschermd door het feit dat er een inkomensafhankelijke huurverhoging is. Want voor de lage middeninkomens is er weer minder ruimte voor huurverhoging dan voor de hogere inkomens. Nog los van het feit dat het een inkomensgroep is die dan weer wel recht heeft op andere toeslagen, zoals de zorgtoeslag. Vandaar dat je koopkracht ook nooit puur per onderdeel, in dit geval wonen of alleen de zorg, maar altijd ook in zijn samenhang moet beschouwen.